geef jullie graag even een update over het watervasten. Ik heb er ook allerlei vragen over binnengekregen en ik denk, nou, het is ook wel tijd voor een update. Een van de vragen is ook van, goh, hoe begin je nou zoiets? En laat ik vooraf zeggen, ik ben geen dokter, don't try this at home. Nee, ik heb dat natuurlijk wel eens eerder gedaan en toen ik het nieuws hoorde dat mijn suiker te hoog was, dat mijn bloeddruk te hoog was, ook in verband met mijn gewicht, had ik zoiets van, nou, ik begin gewoon direct. En dus ik heb zonder enige voorbereiding ben ik gewoon direct op watervasten gegaan. En dat is volgens heel veel mensen niet zo verstandig. Maar ik voel dat te doen. En wat dat betreft wil ik je graag even meenemen in het perspectief van de documentaire In the Beginning There Was Light. Dat is een Oostenrijkse man die dat heeft gemaakt. Die heeft daar 15 jaar over gedaan en die is de hele wereld rondgereisd. Hij is onbedoeld is hij eraan begonnen, maar dat is eigenlijk de basisdocu voor watervasten en vasten überhaupt. Hij is naar alle internetverhalen gereisd waarvan mensen zeiden van, nou, die daar in India, die heeft al jaren niks gegeten en gedronken. En dus daar is hij naartoe gegaan, heeft hij ook naar het ziekenhuis waar hij allerlei tests heeft gedaan om dat ook te laten checken. Twee weken lang, waarbij er dan te zien is dat er toch gewoon vocht in de blaas komt, ondanks dat hij niks drinkt. En dat soort dingen. Het bijzondere vond ik, hij heeft echt vanuit allerlei hoeken hebben mensen dit aangevlogen. Best wel wat spirituele hoeken ook natuurlijk. Hij is in Jasmuheen geweest, hij is in Japan geweest. En Jasmuheen zit dan in Australië met het leven van licht. En die doet het 21 dagen ook zonder water. Hij is in Japan geweest, in China, daar doen ze het in Bigu. Daar krijg je een soort inwijding en dan zou je het alleen kunnen. Of, er zijn ook allerlei andere spirituele tradities. Hij is naar een Russische vrouw geweest. Die is religieus, maar die heeft vanaf 96 of zo niks meer gegeten en gedronken. Tonnetje rond, echt heel bijzonder. En wat ik ook bijzonder vond is dat hij een Oostenrijks arts heeft geïnterviewd 3 keer in een periode van een jaar of 7, 8 of zo. En dus elke keer met een paar jaren tussen. En dat was een Oostenrijks arts, of dat is een Oostenrijks arts. En die hoorde eens een keer op een verjaardagsfeestje van een vriendinnetje van een schoondochter, geloof ik. Dat hij dat proces deed met Jasmuheen. En hij had zoiets van, ja, maar dat kan helemaal niet, het is gewoon onmogelijk. Maar zij had het gedaan en ze was er laaiend enthousiast over. En hij had zoiets van, nou, dat kan niet. Maar het bleef hem intrigeren. Dus op een gegeven moment had hij dat boekje gekocht. En ja, hij had niet zoveel met al die spirituele ideeën. Maar hij had wel zoiets van, nou, ja, het blijft gewoon intrigeren. Dus ik wil dat gewoon een keer proberen. En dat heeft hij gedaan. En hij heeft eigenlijk gewoon nooit weer gegeten. Hij heeft niet gedronken. Het beviel hem zo goed. Hij zegt, ja, ik voel mijn lijf gewoon veel beter. Mijn spirit is helderder. En ik voel me gezonder. En ik ben gezonder. Dan kan ik meten aan allerlei waardes. En hij heeft gewoon nooit weer behoefte gehad aan eten. Dus hij wordt er ook geïnterviewd met zijn vrouw. Waar hij dan dagelijks mee aan tafel zit. En hij dan een lekker watertje of iets anders. Maar in ieder geval alleen maar een vloeibaar iets. En zij eet dan gewoon. En hij heeft ook 2 keer een test ondergaan, waarbij hij dan helemaal is opgesloten in een kamer, waarbij er dan allerlei onderzoeken werden gedaan. Hij was daar zelf niet zo heel tevreden over, omdat dat een onderzoek was waarin zij zich niet zo goed voelde. Hij kon er nu de airco, hij kon er niet uit. Dus hij was toch wat afgevallen en daar baalde hij van. Maar los daarvan wilden ze die onderzoeksresultaten ook helemaal niet vrijgeven. En dat bleek vaker te gebeuren bij mensen over de wereld die dit dan laten onderzoeken. En vervolgens mag die data niet vrij. Maar in the beginning there was light, ik geloof dat die 1,5 of 2 uur duurt, moet je kopen overigens. Hij is niet gratis op internet. Hij is, geloof ik, €6 als je hem wil huren en €12 als je hem wil kopen. Ik heb hem jaren geleden al een keer gekocht en elke keer als ik inspiratie voel of inspiratie nodig heb om ze even te voelen van, oh ja, zo was dat alweer. Je hoort gewoon een scala van mensen die het vanuit allerlei verschillende ooghoeken
doen. En met allerlei verschillende ervaringen. En de meeste doen dat dan best wel lang. En nou ja, ik heb bij mezelf natuurlijk ook wel eens vaker wat langer gedaan. Eén keer zelfs 50 dagen. En het is gewoon heel bijzonder om dan rond te lopen in een stad. En te zien en te ervaren en te voelen en te ruiken. Dat alles over eten gaat. Nou, bijna alles. Het is echt heel veel wat over eten gaat. En dan gewoon te voelen, te staan in de wetenschap van, nou, ik heb gewoon niks nodig. Dus dat was wat ik vorige keer die 50 dagen met name deed. En nu heb ik het wel iets anders aangevlogen. In de zin van dat ik mezelf heb toegestaan om af en toe een bulletproof koffie te doen. En dat is dan een koffie met een eetlepel kokos. Olie en een eetlepel roomboter. Daar blijf je van in keto. Dus dat helpt eigenlijk gewoon mee. Dat is niet iets anders dan het proces waar je dan in zit. En datzelfde geldt voor goji besjes. Af en toe deed ik een handje goji besjes. Nou ja, als je daar goed op koudt, dan vervluchtigen die helemaal in je mond. En ik deed ook ontvetten en gezeefde bouillon. Ja, ik vind dat water met een kleurtje, maar goed, daar zijn de meningen over verdeeld. In ieder geval vond ik het heel fijn om iets warms en iets zoutigs te hebben. En ik had natuurlijk supplementen. Ik zal die lijst die ik had even onder de video zetten ook. Dat is best wel een overdreven lijst. Ik heb hem ook vrij snel afgebouwd. Veel supplementen had ik nog. Nou, het voelde gewoon goed om dat in het begin te doen. En ik denk dat ik na een dag of 3-4 de helft al liet staan. En toen alleen nog nam wat ik voelde. Dat was voornamelijk de curculix. Dus dat is de curcumine opgelost in water van Blue Earth Innovations. En daar voel ik me heel goed bij. En dat is eigenlijk gewoon een ontstekingsremmer. En nou, je doet van alle andere goede dingen. Ik kreeg laatst een tip van iemand in Zwaashoek voor nanomagnesium. En dat schijnt heel goed te helpen om de bloeddruk te verlagen. Dus die doe ik ook nog steeds. En af en toe wat vitamine C of wat spiruline of zo. En de rest van de supplementen laat ik eigenlijk allemaal staan. Maar ik zal de lijst waar ik mee ben begonnen toch even er neerzetten. Dan heb je een idee van wat ik deed. En ook dat was gewoon een idee. Het was een gevoel van, nou, daar voel ik me gewoon fijn bij. Hè? Want ik had al wel de ervaring van dat het gewoon prima alleen maar met water kan. Het is toch net even wat makkelijker om het met supplementen te doen. En ik vond met bouillon, zeg maar, als het ware sommige dagen dat dronk ik meer bouillon dan water. Dat vond ik ook heel prettig om dat te doen. Dus ja, je kunt eigenlijk niet zeggen dat het een watervast was, want dan ben je alleen maar op water. En dat kan ook. Maar goed, zo heb ik in ieder geval wat dingetjes gedaan. En waarbij ik zelf wist van mijn lichaam blijft eigenlijk in diezelfde ketose staat. In de vasten staat. En ik heb me daar heel goed bij gevoeld. En tot een aantal dagen geleden, toen voelde ik van, nou, volgens mij voel ik dat mijn lijf behoefte heeft aan eten. En dat is natuurlijk lastig te heel specifiek te voelen. Want als je vast, tenminste, ik heb altijd, ook als ik niet vast, ik heb altijd wat zin aan eten. Maar dit was anders dan een zin in eten. Ik had het gevoel dat het goed zou zijn voor mijn lijf. En dat gevoel dat bleef een paar dagen aanhouden. En dat kwam samen met dat ik op een plateau zat. Dus ik was 13 kilo was ik als een speer afgevallen. Echt meer dan een halve kilo per dag. Dus ik zat geloof ik na 10 dagen zat ik op 13 kilo afgevallen. Maar dat was een plateau, dus daar bleef ik hangen. En dat was ook al een dag of 12, 13 bleef ik daarop hangen. Dus dat was zo rond 105 kilo. Dus 13 eraf. Nou, op zich prima, fijn dat het al zoveel eraf was, maar wel gek. Nou, en daarnaast begon ik mijn nieren weer een beetje te voelen. En toen heb ik toch ook gevoeld van, goh, ga ik nou op wilskracht en daadkracht door? En ik voelde dat ik dat best zou kunnen.
Want ik voelde me heel stevig in mijn besluit. Voorheen heb ik ook wel eens geprobeerd om weer lang te vasten. En dat is me eigenlijk niet weer gelukt. Mede ook omdat ik toch wel eten miste. Ik vind eten heel lekker, heel gezellig. Als ik dan iets heel kleins nam, bijvoorbeeld ook een goji besje, dan kon dat zo'n smaakexplosie zijn dat ik hem daarna gewoon niet meer kon houden. Maar dat was nu niet zo. Als ik dan bouillon maakte, dan bleef er wat over. En dat kon ik prima uitkouwen en dat uitgekoude uitspugen. Ik had niet een behoefte om, ik moet eten. Dus dat was wel fijn om te voelen dat dat gewoon rustig was. En dat het besluit gewoon heel stevig was. Maar nou, als ik eerlijk was, dan moest ik gewoon naar mijn... Als ik voelde wat ik in mijn lijf voelde... meende ik te voelen van... die is volgens mij beter gebaat met wat voeding nu. Ook voor mijn nieren. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik ben na 28 dagen vasten... weer een lekker soepje genomen. Dat beviel uitstekend... En toen heb ik 2 eitjes genomen met een beetje kaas erop. Dat beviel ook uitstekend. Dus echt heel lekker is dat dan, als je een lange tijd niet hebt gegeten, om dan weer die smaaksensatie te krijgen. En daarna ben ik eigenlijk een beetje, en dat is 2 of 3 dagen geleden nu. Ik ben een beetje keto gaan eten. Ik doe dat volgens de New Food. Ik zal die website hieronder ook even linken. Die hebben gewoon hele makkelijke menus. Die heel lekker zijn. En waarbij je lichaam ook in keto blijft, zeg maar. Nu zijn er een aantal mensen die belangrijk zijn in het alternatieve gezondheidsveld. Dr. McCullough is een van die mensen, die zijn best wel teruggekomen op langdurig aan de keto. Dus hij eet zelf ook af en toe weer koolhydraten. En ik voelde dat zelf ook te doen. Dus ik eet niet helemaal keto, maar af en toe eet ik gewoon ook wat rijst. Het is eigenlijk gewoon net hoe ik het voel. Het is niet zo dat ik nu zoiets heb van, nu is het klaar en mijn doel is behaald, want dat is het niet. Mijn suiker is veel beter, of die is eigenlijk gewoon goed. Dus wat dat betreft is het doel behaald. Maar er is nog steeds overgewicht, wat ik echt wel kwijt wil. En daarmee annex is ook een te hoge bloeddruk. En die wil ik zeker ook kwijt. Dus ik blijf gewoon bewegen. Ik loop dan 's ochtends een half uurtje naar het zwembad. En dan zwem ik een half uurtje en dan loop ik weer een half uurtje terug. En dus dat blijf ik doen. Ik wil ook graag weer hardlopen, maar dat vind ik toch niet zo lekker met dit gewicht. En dat komt echt op de knieën en op de andere gewrichten aan. En de heupen en zo. En dat vind ik gewoon niet lekker om dat met dit gewicht te doen. Dan moet er nog minstens 15 af, denk ik, wil ik daar het gevoel hebben van dat ik daarmee kan beginnen. Dus ik ga nog wel even door. Maar het vasten op aan zich is dus afgelopen nu. Wat ik nog wil meegeven over het vasten. Er zijn best wel een aantal mensen over de wereld, ook een aantal in Nederland. Die een werk ervan hebben gemaakt om mensen te begeleiden in wat zij noemen het leven van prana. En dat is allemaal hartstikke mooi. En ik zeg niet dat die retreats niet mooi zijn of dat er niks gebeurt. Maar in ieder geval, wat ik wel wil zeggen, is dat mijn ervaring is, en dat zie je ook in die docu, dat je helemaal geen inwijding nodig hebt om te gaan vasten. Sterker nog, ik zou een inwijding echt ten zeerste afraden.